Lucia de Beba, Lucia natuurlijk, ja, de Berg natuurlijk. Lucia, hoe is dat nou om die film te zien? Ja, het is heel erg vreemd, omdat natuurlijk ze speelt het zo goed, acteren, dat ze in mijn huid kruipt. Dus er zijn momenten dat het echt lijkt of ik het ben. Ja, dus ja, dus ja, echt, het is nog helemaal vers eigenlijk dan als je het ziet. Hè? Ja, als je dat ziet, komt het allemaal weer terug natuurlijk. Ja. Ja. Je bent ook heel erg betrokken geweest bij de film, neem ik aan. Ja. Bij het script schrijven, ja, vooral, ja. Ja. De bovenop, zeg maar. Ja, ja hoor, ja. Het is ook heel belangrijk omdat jouw verhaal wordt verteld natuurlijk. Ja. Ze zeggen dat het een film is, maar ik vind het een beetje een document. Ja, ja. Het is natuurlijk, het probleem was altijd dat het al bekend is, het verhaal. Ja. En dan moet je toch nog kijken dat je het spannend kan maken. En dat, ik denk dat dat wel gelukt is uiteindelijk, ja. 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 Ja, het is natuurlijk best wel heel triest dat er allemaal gebeurt natuurlijk. Maar je hebt ook een boodschap, want dat merkte ik ook wel. Want jij geeft ook gast. Ja, aan de docenten, aan de studenten. Ja. Ja. En je hebt ook dat eens een keer gezegd van het kan iedereen overkomen. Het kan echt iedereen gebeuren. Daarom, iedereen kan het overkomen. Ja, ja, en dat is natuurlijk heel vreemd natuurlijk. Hè? Je vertelde ook iets over de rechts natuurlijk toestand hier in Nederland. Dat zegt wel wat, ja, over de rechtsgang. Ja, vind ik ook. Ja. Ja. Hoe ga je nou verder? Wat ben je nu mee bezig? Ik geef nog steeds lezingen. Ik werk op mijn volkstuin. Ik werk daar ook vrijwillig. En ik hou me bezig met mijn kleindochter en mijn dochter. En genieten van het leven vooral. Ja. Ja. Had jij toen het allemaal gaande was, zeg maar, en daarna is het voorbij, ik ga nu de dag plukken, zeg maar. Ja, ja hoor. Elke dag ben ik blij gewoon. Ja. En heel ver vooruit plannen kan ik allemaal niet. Dat is, dat durf ik niet. Want ik weet gewoon dat het zo is, alles voorbij. Dus dat doe ik niet meer. Ja. Maar echt per dag leef ik. En dat ik pluk de dag elke jaar. Precies wat je zegt. Ja. Je hebt ook wel eens een keer gezegd dat je misschien wel wat wantrouwender bent geworden. Klopt dat? Ja, ja wel. Ja, het is, ik ben gewoon wantrouwender. Ja. Ja. Het is gewoon zo. En toch ben je een positief mens. Ja, ben ik ook. Ja. Ja. Dat moet je zo houden. Dus, ja, dat wil ik ook. Ja. Dat wil ik heel graag. Gewoon positief. Hou dat vol. Je chakra gevoel. Ja. Of niet? Ja. Nee, oké. Ik wens je heel veel succes en bedankt dat we dit mochten zien. Dankjewel. Ik heb het niet gedaan. Het is ook het is geen documentaire, maar het is film. Maar het is wel het gevoel van het verhaal wat er gebeurd is.